Sta je de wedstrijd in Corbeek-Loo bij de tiende ploeg, Arne van Kouwenbergen. Arne, gisteren een goede prestatie geleverd. Je staat ondertussen al tiende in het klassement. Dus je bent toprenner bij dit team? Ik sta nu eerste van de ploeg. Dus een soort van kopman. Allee, niet echt, maar een klein beetje eigenlijk wel. Werkt de ploeg vandaag voor jou? Nee, niet specifiek. Maar als ik zou gelost zijn of... Allee, als er iets gebeurt, zullen ze mij wel een beetje ondersteunen. Wat verwacht je van vandaag deze wedstrijd? Een pittig parcours, hoor, denk ik? Het is redelijk warm en het is een beetje draaien keren, denk ik. Ook wel lichtjes op en af. Dus. En er zijn sterke renners, dus ik denk wel dat, misschien wel, dat er een vlucht kan wegrijden. Dan een stuk of vijf man of zo. En die gaan dan sprinten voor de overwinning. Wat wordt de tactiek van de ploeg? We hebben niet echt een... Een tactiek, maar we gaan zeker ons best doen om een goede plaats te behalen. Dus we gaan zeker meesprinten voor een goede plaats, zodat het ploegklassement goed blijft. Staan jullie goed in het ploegklassement? Ja. Niet echt specifiek, maar we proberen toch wel in de top 10 te blijven staan. Iemand meesturen van in het begin, tactiek? Dat denk ik niet. Het is misschien iets... Doseren? Ja. Ik denk doseren is belangrijk met zo'n warm weer. Goed eten en drinken. En wie wint deze wedstrijd vandaag? Ik denk Alex Zegaert, zoals gisteren. Oké. Veel plezier nog en succes. Ja, merci.